Dames en heren, welkom weer bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Christophe van Swing Capital en vandaag ga ik jou laten zien hoe ik in 5 stappen naar een ton ben gegaan met crypto. Eén ding wat super belangrijk is heb doelen voor ogen. Als jij namelijk geen doelen voor ogen hebt, wat denk je dan dat je zal gaan bereiken? Denk je dat die ton er gaat komen? Denk je dat die miljoen er gaat komen? Denk je dat die 10 miljoen, 100 miljoen er dan gaat komen als jij geen doel hebt? Natuurlijk niet. Super dom om zo te denken. Begin eerst met het maken van doelen. En wat heb je dan als je een doel hebt? Dan moet je ernaar gaan toestreven. Maak een gameplan voor jezelf. Zorg ervoor dat jij alles hebt staan wat jij in de komende kwartalen allemaal gaat doen. Wat jij in de komende jaren allemaal wilt gaan uitvoeren om dit gameplan uit te kunnen spelen. Want het is super belangrijk dat jij deze shit duidelijk op een rijtje hebt staan. Mentaal moet jij op orde zien te staan. Fysiek moet jij op orde zien te staan. Want als die twee dingen niet in lijn liggen met elkaar, dan gaat jouw financiën niet meewerken. Je moet het zien als een soort levensdriehoek. Finance, fysiek en mentaal. Dat zijn in mijn geval de 3 belangrijkste zaken om te focussen in jouw gehele leven. Waarom is dit super belangrijk om te focussen? Simpelweg dat als jij finance heel goed wil gaan zitten, dan houdt dat ook in dat jij mentaal en fysiek super strak erbij moet zitten. Dus een goed getraind lichaam en een goed getraind hoofd. Ook, en dat zie je heel vaak in terug, is dat succesvolle ondernemers meer rond de 20 à 40. Wat je daar vaak tussen ziet, zijn goed getrainde jongens. Goed getrainde mannen, die zijn goed afgetraind. En ik zeg niet dat je helemaal shredded moet zijn, maar die weten wel, bam, ik heb iets fysieks sterk op kunnen bouwen waar je u tegen kan zeggen. Je ziet hem en je ziet hem, bam, dikke chest, bam, dikke spierballen. Dat is wat je wilt zien, een echte man, want die weet waar die naartoe wilt streven. Dus als jij die shit niet op orde hebt, dan weet jij nu wat je moet gaan doen. Ga met je fucking reet de sportschool in. Ga iets doen met je fucking leven, want het is zo, zo belangrijk om gewoon fit te zijn. Want als jij fysiek fit bent, dan ben jij mentaal automatisch al veel meer aan het developen. Dus gebruik dit zeker in je voordeel. Ga lekker sporten. 3 tot 5 keer per week. Je hoeft niet 7 keer te gaan. Ga 3 tot 5 keer per week. Houd het consistent aan en word een motherfucking beast. En vergeet daarbij niet op je fucking voeding te letten. Want ook daarin, je hebt een mooi lijf en dat lijf moet je goed onderhouden. Dat houdt dus ook in dat je goede voeding voor jezelf moet eten. Stop met die fucking McDonald's plastic zooi. Stop er gewoon mee. Het is super, super ongezond om dat soort shit te eten. En waarom zou je je lichaam alleen maar verpesten door allemaal shitzooi in je lichaam te gooien? Nee, hou je lichaam gewoon gezond. Hou je mind daarbij ook gewoon gezond. En het is gewoon super belangrijk om je goed te voelen. Stop goede voeding in je lichaam. Doe er goed je onderzoek naar, want het is zo belangrijk om dit in sync te hebben voor jezelf. Goed. Dus we weten nu wat we willen. We hebben een doel. We hebben een plan. We weten dat we de sportschool in moeten gaan. Wat moeten we dan? Moeten we nu onze baan opzeggen? Nee. Ik weet het. Je ziet het heel vaak online van, als jij dit gaat doen, dan kan jij jouw baan opzeggen binnen. Nee, dames en heren. Dat is allemaal bullshit. Voor de meeste mensen, die hebben gewoon de baan nodig, willen zij iets kunnen bereiken. Simpelweg omdat je cashflow nodig hebt als je iets wil opbouwen. Jij gaat geen succesvolle trader kunnen worden als jij geen cashflow hebt. Want waar ga je het geld vandaan halen om überhaupt te traden? Exact. Zorg voor cashflow. Dit doe je met je 9 tot 5. Heb ik ook gedaan in het begin door simpelweg naast mijn 9 tot 5... simpelweg gewoon te traden, ervaring op te doen, educatie op te doen. Elke dag consistent. Ik zorgde ervoor dat ik naast mijn 40 uur fulltime bouw, werk, waar ik mee bezig was. Ik zorgde ervoor dat ik daarnaast ook nog minimaal 2 tot 4 uur per dag extra aan crypto zat. Simpelweg omdat ik het gewoon echt wou. Want ik was fully dedicated aan deze grind. Dat moet jij ook zijn. Want als jij niet fully dedicated, obsessed met deze shit kan zijn,
Wat verwacht je dan? Wat verwacht je dan? Dan ga je simpelweg of een gemiddeld resultaat behalen, of wellicht geen eens resultaat behalen. Puur omdat jij niet fully ervoor gaat. Dit houdt dus ook in dat jij bepaalde sacrifices moet doen. Simpelweg, want als jij blijft feesten, als jij blijft omgaan met je oude cirkel, als jij hetgene blijft doen wat je altijd al hebt gedaan, dan blijf jij op de exact dezelfde stap waar jij nu staat. Dan blijf je exact bij dezelfde mind waar jij nu staat. Dan blijf je exact bij dezelfde fysieke body waar jij nu staat. Dus wat moet je doen? Je moet een sacrifice voor jezelf gaan maken. En een sacrifice in dit geval is simpelweg: kijk nu naar je huidige leven. Kijk naar je huidige status. Ben je tevreden? Ben jij nu gelukkig? Waarschijnlijk niet, want anders kijk je deze video niet tot waar die video nu is. Dan was je simpelweg al afgehaakt en was je nu gewoon bezig met je andere shit, omdat het je niet boeide. Maar als je nog steeds aan het kijken bent, dan boeit het dus. Dus dan weet je van, ik heb honger, ik wil iets bereiken, alleen ik moet er iets voor over hebben. Je moet een sacrifice gaan doen. Deze sacrifice is als volgt. Kijk naar je huidige leven. Zijn je vrienden nog wel de vrienden die jij om je heen wil hebben als je later een miljonair bent? Of zijn dit gewoon de gasten waar je gewoon een pleziertje mee doet? Kijk of jij te veel uitgeeft. Doe je money management. Doe je time management. Zorg er gewoon voor dat je alles in sync hebt. Super belangrijk, want als je die sacrifice er niet voor kan maken, gaat het je ook gewoon niet lukken. Simpel. Dan neem extreem ownership over jouw gehele leven. Als jij extreme ownership neemt over je leven, dat houdt dus in dat je alles kan dragen wat op jouw pad komt. Als stel iemand die doet wat, maar de blame wordt op mij gelegd, ik neem die ownership. Waarom neem ik die ownership? Omdat ik een man ben. Ik neem die shit op mij, want ik neem extreme ownership. Doordat jij dit doet, word jij een sterke man. Jij kan alles aan. Dus ook elke tegenslag, want jij omarmt elke tegenslag. Jij accepteert elke tegenslag, dus jij gaat er gewoon volledig vol voor. Dus neem dus die extreme ownership voor jezelf. Dan, ga boeken lezen. En dit hoor je vaak genoeg. Ga boeken lezen, ga mindset boeken lezen, ga psychologische boeken lezen, ga andere boeken lezen. Maar ja, als jij een boek gaat lezen, leer jij meer over het vak waar jij in wilt gaan studeren, als het ware. Stel met crypto. In crypto is het heel leuk om een patroonboekje te hebben. Kan je doen, kan je wat informatie uithalen. Het is voornamelijk belangrijk om te focussen op psychologie. Psychologie ga je niet zo snel vinden op een YouTube-video. Psychologie ga je wel vinden in ervaren traders hun ervaring. Kijk bijvoorbeeld naar Market Wizards. Kijk bijvoorbeeld naar Trading in Zone. Als je dat soort boeken gaat lezen, word jij steeds meer bewust van de psychologie die jij moet hebben om een succesvolle trader te worden en om naar die 100k toe te kunnen gaan en om uiteindelijk ook die miljoen voor jezelf te kunnen maken. Super belangrijk, lees efficiënt, maar lees echt de boeken die in jouw vakgebied liggen. Als jij merkt van, hey, ik mis hier iets qua mindset, ga een heel goed mindset boek lezen. Hey, ik merk dat ik nu heel kut slaaproutine heb, ga de 5am club lezen. Hey, ik merk dat mijn psychologie niet zo nice is, want ik zie dat ik met emoties aan het traden ben. Bam, ik ga Trading in Zone lezen. Zoek het boek wat het meest efficiënt is in jouw pad en ga dat lezen. Lees zoveel van dat soort boeken in jouw vakgebied. Houd je focus daar dus ook op. En zo ga jij gewoon fucking hard groeien. Dit zijn een paar enkele tips die ik jou mee kan geven om naar die 100k te gaan. Maar het zijn wel essentiële dingen om te voldoen. En natuurlijk de allerbelangrijkste en eigenlijk het geheime stukje, wat eigenlijk niet zo geheim is, want je weet het wel, is wees fucking consistent in wat je doet. Simpelweg doordat jij consistent bent met jouw grind, met crypto, met dropshippen, met affiliate marketing, wat je ook maar aan het doen bent, omdat je consistent bent en niet voor een weekje of twee en niet voor een maandje of drie, maar nee, gewoon voor een aantal jaar consistent bezig bent met iets, zet je ook iets neer voor jezelf en je wilt uiteindelijk wat bereiken. Dus ga er ook voor, volledig, dedicate er echt een jaar voor, minimaal, reken dat echt ook uit voor jezelf van oké, ik ga nu volop crypto doen voor een jaar lang. En we zien dan pas of ik iets anders ga doen of dat ik nog harder ga grinden. En dat is exact wat jij moet doen om naar je eerste fucking ton te komen.
werkelijk waar. Doe dit. Loop deze stappen door. En jij gaat naar die fucking ton. Als jij deze video nou leuk vond. En je wilt meer van dit soort dingen zien. Laat een comment achter. Laat een like achter. En vergeet ook niet te abonneren. Zo laten jullie ook zien dat jullie de waardering van ons hartstikke tof vinden. Join ook zeker onze Discord. Hierin gaan wij dieper in op de kern van crypto. Dus wil jij een trader worden? Ben jij al een trader, maar wil je meer ervaring opdoen? Join zeker. De Discord staat hieronder in de beschrijving. Ik wil jou bedanken voor het kijken. En ik zie jou in de volgende. Ciao.